stel uzelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Rodney Talboom, 35 jaar en ik woon in Henixem, waar ik ook voorzitter ben van de gemeenteraad. Ik sta nu op plaats 5 voor de Vlaamse verkiezingen bij SPA. Het is de eerste keer dat ik bovenlokaal kandidaat ben en ik vind het eigenlijk enorm spannend. Deze campagne is al bijzonder boeiend geweest met heel veel nieuwe ervaringen, nieuwe mensen dat ik leer kennen en nu ook een interview voor Vlaams Parlement TV. Het is fantastisch dat ik dit allemaal mag meemaken en wie weet kom ik ook in het halfrond. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik heb initieel de politieke kriebel van thuis uit meegekregen. Mijn ouders hebben mij grootgebracht in een rood nest. Ik kom ook uit de Ruppelstreek, de rode Ruppelstreek genoemd wordt. Mijn vader is een dokwerker, mijn moeder een kapster. En voor hen was 1 mei echt de feestdag van het jaar. Ik ben dan ook altijd gewend geweest om in het volkshuis te komen. Zelf hebben ze nooit echt politiek iets gedaan, maar daarmee ben ik er uiteraard mee in contact gekomen. Dat heeft zich ook doorgezet in mijn interesses. Ik heb de kans gekregen om bij het ABVV te beginnen werken. En van daaruit in eerste lijnsdienstverlening heb ik altijd met heel veel mensen in contact gekomen die dat mij verbaasden. Ik werd altijd getriggerd door het feit dat die mensen die dat eigenlijk veel verder stonden in het leven als ik zelf. Ik was dan nog jonger en zij stonden, waren 20 jaar ouder of ik dacht dat die het allemaal veel beter deden. Soms toch wel heel veel moeilijkheden hadden om een extra onvoorziene kost om dat te dragen. En dat hoefde niet eens iets ergs te zijn, geen ongeluk of iets dergelijks, maar gewoon een verjaardag of iets speciaals. Dat vanaf dat daar iets extra bij kwam, dan hadden die mensen het moeilijk om dat rond te krijgen. En dat is iets dat ik altijd ervaren heb als iets zeer verrassends. Als ik op de universiteit zat en toen ik solliciteerde, had ik nooit verwacht dat er zoveel mensen zouden zijn die dat effectief van maand tot maand of van loon tot loon leefden. En dat is iets dat ik vind, als je dat ervaart en je merkt dat dat blijft duren of dat dat nog verergert, dan is er op een gegeven moment een tijd om dan de zijlijn te verlaten. En dan ook actief dat engagement dat ik had binnen mijn werk en ook binnen hobby's. Want ik ben altijd in heel veel verenigingen actief geweest. Ik vind het heel fijn om mensen samen te brengen. Maar dan krijg je ook die verhalen. Dan krijg je die verhalen waar mensen echt mee bezig zijn. En ik vind dat daar soms wat te weinig aandacht voor is. Ik moet ook zeggen, ik betrapte mijzelf daar ook op. Als jonge gast of als student heb je geen gedacht van wat het leven echt kost of wat dat daarvoor nodig is. En dat is vooral het engagement dat ik nu wil opnemen. Ik heb altijd het geluk gehad om iedere ochtend op te staan en graag te gaan werken. Ik ben nog geen enkele ochtend opgestaan met het gevoel dat ik moest gaan werken. Wel, dat engagement wil ik nu verder zetten in de politiek, in dit half rond, want uiteindelijk draait het daar rond. Wij kunnen heel veel vinden, ik kan heel veel vinden, ik kan heel veel proberen te doen, maar alles kan maar binnen een wettelijk kader. En die wetten die worden gemaakt hier in dit half rond of bij de buren van het federaal parlement. En vandaar dus heb ik mijn engagement nu opgenomen en we zullen zien tot wat dat leidt. Maar voor daaruit komt mijn politieke strijd en mijn politieke interesse komt eigenlijk voort uit 1. De achtergrond die ik had en het volkshuis dat een tweede thuis was. En dan daarnaast ook wel alle gesprekken en alle problemen die dat de echte mensen in de straat dagelijks ervaren. Welke quote heeft u gekozen? De quote die ik gekozen heb en waarvoor eigenlijk het laatste jaar van mijn leven in teken staat, is Fight for 14. Dat is een Engelse quote, dat is een vreemde quote, ook misschien in eerste instantie. Maar die Fight for 14 staat eigenlijk voor de strijd die ik voer samen met het ABVV, maar ook binnen de partij, om het optrekken van het minimumloon naar 14 euro te brengen. 14 euro bruto, alle studies wijzen uit dat dat eigenlijk echt nodig is om goed te kunnen leven, om nog iets te kunnen sparen. En dat is echt niet overdreven eis. 14 euro, dat wil zeggen 2300 euro bruto op een maand. Er zijn veel mensen in België die dat op een week of soms zelfs op een dag verdienen. Dus dat is een redelijke eis. Daarvoor wil ik echt gaan.
En waarom dat nu de Engelse quote is, de fight for 14 en niet strijd voor 14, los van de alliteratie, hebben we dat eigenlijk opgepikt bij de Amerikaanse collega's die dan een fight for 15, dollar weliswaar, bij McDonald's hebben gevoerd. En dat is, ja, zoals het typisch Amerikaanse gegeven is, denk ik, daar echt grassroots gegroeid. Want op een gegeven moment in McDonald's in New York is er een heel kranige dame die daar opgestaan is, die dat gezegd heeft, dat kan niet dat ik hier maar $7 verdien, dat ik nog moet gaan bijklussen na mijn uur, dat ik in het weekend moet werken om gewoon maar te zorgen dat mijn kinderen eten hebben. En die heeft dat heel erg visueel, die is daar gaan staan. En wij hebben de kans gehad, of ik heb de kans gehad ook, om via mijn werk met die mensen te praten en die te zien. En dat is dan eigenlijk redelijk hallucinant. Als wij in België een betoging denken, dan is dat een straat en afgezet door de politie. Daar is dat echt heel hallucinant. Dat is een lint dat ze afspannen en daar mogen die mensen staan. Maar wat er vooral zo frappant aan is, is dat ondanks het huidige Amerika ook, wat we zouden zeggen, het toppunt van het liberalisme en ieder voor zich is, dat met die ene vrouw, die daar al een eindje in de 50 was, die dan zelf is opgestaan zonder enige sociale bescherming, want er zijn geen beschermingen voor vakbondsafgevaardigden, zoals wij dat hier kennen, los van dat zij dat ook niet was, dat dat een beweging is geworden, die dat in 2012 gestart is, en dat ondertussen een heel aantal staten dat hebben omarmd in alle sectoren die $15 minimumloon. Dus dat is het bewijs dat dat kan. En diezelfde strijd die wil ik graag naar hier halen. Daarvoor zet ik in. En dat is die fight for 14, €14 minimumloon, ook in België, voor al en iedereen, zodat ze op het einde van de maand toch nog iets van zekerheid hebben, dat ze iets kunnen sparen en ook nog gewoon leuk kunnen leven, is naar de cinema gaan, een pintje drinken, wat we allemaal graag willen doen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Oh, ik heb nogal de neiging om weinig idolen te hebben. Uiteraard zijn er vele voorbeelden, maar net als bij iedereen zijn daar voor- en nadelen aan die voorbeelden. Maar als ik dan moet kijken, ja, is hier in België, in de geschiedenis natuurlijk voor een socialist als ikzelf, kunnen we niet rond Achille van Acker. Hè, dat is de man, de grondlegger van de sociale zekerheid. Die staat daar echt als icoon boven. Ik heb er nog wel zo'n aantal. Mee in dezelfde richting is een beetje meneer Major, hè, van de welbekende wet Major. Hè, als zoon van een dokwerker en uit die Ruppelstreek, waar daar enorm veel havenarbeiders waren, is dat ook een figuur waar we niet rond kunnen. Op internationaal vlak heb ik altijd een zwak gehad voor Kennedy, maar dan wel voor de jongste, voor Bobby Kennedy, die ondanks alle tegenkantingen dat er binnen de Democraten heersten tegen zijn kandidatuur na de dood van John en Lyndon Johnson, die dat het overnam, ja, daar echt als pure mens is gaan praten in de wijken. Ik ben ook een enorme fan van geschiedenis. Er is een iconisch beeld dat hij eigenlijk in de primaries op tour is. En hij is op een gegeven moment ergens waar het vol Afro-Amerikanen staat. En ze melden hem dat Martin Luther King is gestorven. En in heel Amerika breken overal rellen uit, behalve daar waar dat Bobby Kennedy zijn speech onderbreekt. Met tranen in de ogen zegt tegen die massa van mensen, dit is er gebeurd, dat is mee waarom, dat we, dit mogen we niet tolereren. En hij daar gewoon puur als mens tussen de mensen voor zorgt dat op die plek, als enige bijna in heel Amerika, het rustig blijft, dat daar de mensen samen kunnen rouwen om die daad. Vind ik ongelooflijk fantastisch. Ik kan er over Bobby Kennedy kan ik nu wel uren vertellen, maar ik ga dat niet doen. Een beetje gelijkaardig, en dat is de huidige idool dan, is Alexandria Ocasio-Cortez. Redelijk gelijkaardig. En ze is veel beter dan ik zelf in al wat social media betreft. Maar is eigenlijk het bewijs dat als je verhaal goed zit, als je puur bent, dat er ondanks alle particratie dat er heerst, dat je toch nog echte politiekers kunt hebben die het verschil maken. En ik denk dat we daar in de toekomst nog veel gaan horen. Ik hoop dat alvast. En she feels the burn, maar
AOC, dat is fantastisch hoe dat zij het doet en daar kan ik alleen maar heel veel respect voor hebben. Wat zijn uw politieke interesses? Politieke interesses sluiten deels aan uiteraard bij wat ik professioneel doe. En als SPA'er zijn uiteraard die zaken zoals sociale zekerheid enorm belangrijk. Als je daar dan een aantal thema's moet uit oppikken, dan zijn pensioenen en een werk gigantisch belangrijk. En daarvan zou ik nog wel zeggen dat ze samenhangen. Hè. Sowieso, pensioen is niet alleen wat er gebeurt na werk, maar als we allemaal vinden dat er gewerkt moet worden in dit leven, hè, dat is ook zo, dan denk ik dat we veel meer de focus moeten leggen op werkbaar werk. Ook uit die gesprekken die ik jarenlang heb gevoerd met individuen aan mijn bureau, maar ook later op collectief vlak in bedrijven, dan zie ik dat mensen die vereenzelven zich heel vaak met een bedrijf, die zijn fier dat ze werken. En hoe verder dat ze nu vorderen, vaak is dat toch wel iets dat weegt. Hè. Mensen zijn dan onzeker over hoe geraak ik nog tot aan mijn pensioen. Kan ik blijven werken voor dat werk? En dan wil ik niet vervallen in het zwart-wit denken dat de werknemer de goede is en de werkgever de slechte. Want ook daar zit vaak echt wel een samenspel. Hè. Ook werkgevers die zijn heel tevreden over hun mensen die jaren zorgen dat dat bedrijf draait, die dat er soms echt een soort van familieband mee hebben. En die dat vandaag door de wetgever helaas niet meer in staat zijn om te zorgen dat dat werk werkbaar blijft voor die mensen. Dat die trouwe werknemers dat die aan boord kunnen blijven. Dat er systemen van tijdskrediet, van einde loopbaan, dat er speciale systemen kunnen voor bestaan om die mensen te recupereren of om te scholen, in te zetten op andere vlakken. Ja, daar hebben we de afgelopen jaren zwaar op ingeleverd. En dat is iets dat absoluut moet terugkomen. En ik denk dat daar even goed als voor dat minimumloon echt heel erg veel draagvlak voor is. Want de meeste tijd van ons leven zitten we op ons werk. Dat bepaalt onze identiteit. En ik denk dat we daar vooral als maatschappij moeten op inzetten dat dat kan. Dat iedereen dat kan blijven volhouden. En ook gewoon, er is geen zinvollere tijdsbesteding dan dat dan nog kan op een manier dat je dat fysiek aan kan, dat je dat mentaal aan kan. En dat is een van de belangrijkste punten die dat er voor mij altijd zullen zijn. En ook als ik niet verkozen geraak, dat ik denk dat ik moet blijven op inzetten en blijven op hameren. Want er is echt wel veel goedwil, maar we moeten zorgen dat we gewoon daarin zorgen dat er in de beste omstandigheden voor zowel bedrijf als zowel werknemer die omstandigheden gecreëerd worden. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wel, ik ben een hobbypolitieker en ik ben wel een gemeentepolitieker. Maar dat wil dus vooral zeggen, vind ik zelf, dat ik ook een gewone mens tussen de mensen ben. En dan ervaar ik bij de politiek vaak het willen hebben van het grote gelijk. En dat is uiteraard zo. Hè. Politiek is het georganiseerd meningsverschil en uiteraard vind je uw mening de beste. Maar zoals ik niet over alles weet en vaak zaken opzoek of vraag bij mensen die het beter weten, vind ik dat een aspect dat vaak vergeten wordt door de politici. Is zij menen het allemaal beter te weten zonder altijd af te toetsen, soms in andere landen, bij experten, bij professoren, bij universiteiten, of maar aspectjes worden meegenomen, datgene dat in de quote of in het verhaal past. Dat denk ik dat we een omslag van moeten maken om echt te zien dat akkoord, de politiek bepaalt de lijn van het land, maar die adviseurs die mogen echt wel van veel meer komen dan louter de kabinetten en de kabinetaars dat daarvoor aangezocht zijn, die heel vaak toch ook binnen datzelfde stramien blijven denken dan de grote partijlijn. Een tweede zaak dat ik vind, maar dat frustreert mij zoals dat denk ik heel veel mensen frustreert, is dat het toch vaak een log systeem is,
waarbij zaken die daar over alle partijgrenzen heen eigenlijk erkend worden, dat het soms tot de uitwerking van een wel bepaalde maatregel, dat soms zo lang duurt. En je krijgt dat ook niet uitgelegd aan de mensen. Ik denk dat er niemand iets tegen kan hebben dat we effectief maatregelen nemen voor het klimaat, maar zelfs het kleinste puntje wordt dan op een lange baan geschoven. En ik begrijp dat alles heel goed moet bediscussieerd worden, maar zelfs ik ervaar dat, en ik ben wel heel erg geïnteresseerd in politiek, dat zoiets soms zo lang duurt dat dat frustratie kan opwekken of zorgt voor een afkeer van de politiek bij de mensen. En ik denk dat die twee zaken, nou, als we dat kunnen realiseren, dat de mensen het ook terug gewoon erg veel nauwer betrokken gaan zijn of veel meer vertrouwen hebben in de politiek opnieuw. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik ben een fervent lezer en dus heb ik mijn favoriete boek maar meegebracht. Ik heb Mary Shelley's Frankenstein gekozen. Met als ondertitel The Modern Prometheus. Ik heb dit boek leren kennen op de universiteit. Ik heb naast geschiedenis ook taal en letterkunde gestudeerd. En ik had een keuzevak Frankenstein. Ik moet zeggen, ik heb dit boek denk ik ondertussen al aan honderden mensen aangeraden. En vooral ook, het is een boek dat over vooroordelen gaat, maar denk ik zelf onderwerp is van een van de grootste vooroordelen dat er bestaan, namelijk het monster dat in cinema en strips en dergelijke altijd redelijk heel eenzijdig wordt afgezet als een moordlustig schepsel dat door een gekke professor ineen is geknutseld. Maar er zit zoveel meer in dat boek. Waarover gaat het eigenlijk? Het is effectief een waarschuwing. Toen al in. Hè. Het is geschreven in 1817 en uitgegeven in 1818, dat we moeten opletten met welke ingrepen we doen in de natuur. Het is bijzonder actueel, het boek. Los van daarvan, pas op en ga niet te ver. Kan de mens God vervangen? Of gaat het daar ook echt over schepsel, we zullen het zo noemen, eigenlijk verstoten wordt. En dat zien we nu nog altijd, de angst voor het vreemde. Hij wordt helemaal aan zijn lot overgelaten, zoekt zijn weg in de wereld. En waar dat hij ook komt, dan zeggen die dorpelingen van oh nee, je ziet er iets anders uit en ze jagen hem weg. Ergens anders heeft hij zichzelf een taal aangeleerd, maar verstaan ze hem dan weer niet, waardoor dat hij weggestuurd wordt. En die actualiteit die heerst er ook nog altijd. En ik vind dat fantastisch dat een boek uit 1818 zowel wat het technische en de moraal betreft actueel is, maar ook, dat is een beetje iets speciaals ook, Mary Shelley is de dochter van een ongelooflijk bekende en de eerste feministe eigenlijk, van Mary Wollstonecraft Shelley. En haar vader is een politiek activist, William Godwin. En er is toen heel veel te doen geweest over, heeft Mary Shelley het zelf geschreven of was daar een man? En dat is, we zijn nu 200 jaar later. En nog altijd hebben we het over vrouwenquota. En ook dat, ik ben misschien als man een fervente feminist daarin, maar Mary Shelley heeft zeker iets afgeleverd waar we na 200 jaar nog over discussiëren. Dat vind ik fantastisch. En als boekenliefhebber, het leest heel erg goed. Het is een van de redenen geweest dat ik samen met vrienden ook een boekenclub heb opgericht, omdat ik al en iedereen wilde aanraden om dit echt te lezen. In plaats van voor te gaan op 1 vooroordelen wat er over het boek bestond, maar vooral ook vooroordelen over wat dat monster op zijn pad eigenlijk vindt.